Ja, wat maakt NH Elsteden een andere school? Ik ga jullie gewoon meenemen in een aantal cijfers die ook iets zeggen over onze hogeschool. We hebben in totaal 24.000 studenten. En dan ben je best wel een grote hogeschool. Sterker nog, we horen wel tot de top 3 beste grote hogescholen. En van die 24.000 studenten zijn meer dan 10% studenten zijn internationale studenten. Dat is ook echt anders dan andere hogescholen. We zijn een van de meest internationale hogescholen van het land. 90 verschillende nationaliteiten en we zijn ook groeiende op de internationale markt. We hebben 2500 collega's, waarvan jullie er wellicht 100 extra zijn die we nodig hebben. Wat ook wel een bijzonder is, wij zijn een campus hogeschool, ook een multi-campus hogeschool. We hebben meerdere campussen in Nederland. Wat betekent dat we met heel veel studenten met verschillende opleidingsrichtingen eigenlijk op één terrein zitten. Dus vind je het nou eigenlijk heel leuk om met één vakgebied in een klein kamertje bezig te zijn? Nou, dan moet je misschien weer even wegklikken, want wij zijn echt een school die wil proberen zoveel mogelijk disciplines samen te laten werken. Dat is ook het onderwijsconcept waar Patrick straks iets over gaat vertellen. Design-based education, een van de kernen daarvan is ook het multidisciplinair samenwerken, wat ons kenmerkt en wat ons ook echt anders maakt dan de andere hogescholen. Nog een paar andere cijfertjes, maar die kun je achter mij vanzelf lezen. Nog even iets over dat internationale, want daarin zijn we echt wel bijzonder. Wij kennen een viertal Grand Tour locaties. Dat betekent dat studenten 3 maanden lang op een andere plek in de wereld hun studie kunnen gaan doen. En ook dat volgens hetzelfde onderwijsconcept, waardoor het toch nog steeds een beetje vertrouwd voelt. Is de andere kant van de wereld, want dan hebben we het over Zuid-Afrika en Bali en Thailand, een beetje te gek, opereren wij ook in een Europese universiteitsgroep. Waardoor ook studenten zeg maar, binnen Europa op verschillende plekken kunnen studeren. Maar dat geldt ook voor docenten om daar onderling in uit te wisselen. En is Europa ook nog eens een keer te gek voor je? Ja, ook gewoon in Nederland zitten we nog op verschillende plekken in Noord-Nederland. Wat zijn nu eigenlijk die plekken? Onze hoofdcampus is in Leeuwarden. Daar zitten de meeste studenten. Maar we hebben ook een grote campus in Emmen, een prachtige plek in Drenthe. We zitten met een kleine vestiging in Zwolle. Een hele bijzondere vestiging eigenlijk op Terschelling, waar eigenlijk alle maritieme opleidingen zitten. Waanzinnig om daar gewoon überhaupt al even heen te gaan met de boot. We zitten in Groningen met leraaropleidingen. In Meppel met internationale leraaropleidingen. In Assen met een deeltijd PABO. En zelfs in Amsterdam met de retailopleidingen. Welke opleidingen hebben we eigenlijk als hogeschool? Eigenlijk zijn we een hele brede hogeschool met waanzinnig veel opleidingen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Je zou kunnen zeggen, wij bieden eigenlijk alle opleidingen aan die je hebt. Behalve het conservatorium, toch jammer. En de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Maar voor de rest eigenlijk alle opleidingen op het gebied van techniek, zorg, economie, hotel, toerisme, communicatie, educatie. Ga zo maar door. Vrijwel alle opleidingen die je kan doen, kan je bij ons studeren en daarmee natuurlijk ook doseren. Al even iets gezegd over dat design-based education en daar gaat mijn collega Patrick straks veel verder op in. Dat is echt een andere manier van lesgeven dan dat je op andere hogescholen ziet. Dat betekent dat je multidisciplinair samenwerkt, dus over verschillende vakrichtingen heen, samen met het werkveld, dat is echt iets, dus niet het traditioneel lesgeven, maar samen met echte opdrachtgevers van bedrijven, van instellingen, aan vraagstukken werken waarbij studenten proefondervindelijk gaan werken aan iets nieuws. Dat is echt een nieuw concept. Dus als je dit leuk vindt, als je denkt van hey, dit is een organisatie, daar voel ik mij wel thuis, dan hoop ik dat 1 van jullie, of eigenlijk 100 van jullie, 1 van onze nieuwe docenten wordt.